Zet je beste pintje voor. Toch weer elke keer onderschat wordt. Hij gaat gewoon zelf weg. Dag! En nu ben ik echt in uw gat gevallen. Dit is de vlog van Disneyland. Hallo! En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik zit in de auto samen met Jax. We zijn namelijk eventjes aan het laden. En dat moet ook gebeuren. Ik moest sowieso hier in de buurt zijn voor een pakketje. Dus ik dacht, dan doen we dat meteen eventjes. En Jax zit lekker even op zijn Gameboy. Gaat het goed, Jax? Ja. Nou, dan hebben we dat ook weer even verteld. En dan gaan we nu verder met de dag. En dat is eventjes hier staan. Dan terug naar huis rijden. En dan Bart en Jola afwisselen. Want die gaan vandaag naar de Guardians of the Galaxy 3. Daar wil ik ook heel graag heen. Maar ja, dat kan niet. Want ik blijf lekker bij Jax. Hé, hey, kom je er even bij. Met je fijne geluidje. Kan die ook iets zachter? Ja, maar dit is goed. Oh, dat is heel fijn. Dank je wel. We hadden geen brood meer. En gisteren ook vergeten te halen. Dus Bart heeft vanochtend heel lief pannenkoeken gemaakt. Dus de kinderen hebben pannenkoeken mee naar school. En vanochtend ook pannenkoeken gegeten. En ik heb er nu ook twee op. Die zijn heerlijk aan het spelen. En ik ga nu even wat in de tuin doen. Waar zou ik mee beginnen? Er zijn weer te veel taken. Even denken hoor. Wat? In het tuinhuis kan ik niet verder, want daarvoor heb ik... Oh, waar is mijn telefoon? Als ik die nou even een lijstje maken met wat dingen die ik nodig heb om verder te kunnen met de kelder. Een paal schuren, want die ga ik lakken. En die ga ik bij de B&B ook neerzetten zo. B&B! Ik zie het. Ik heb heel veel foto's, hè? Maar ik zie nou die foto en die kom dan. Nee, kom. En toen dacht ik al. Hoi. Ik hou nooit van Jola. Ik mag nooit de camera neerzetten als gegeten wordt. Sorry Randy, de camera gaat alweer weg. Maar we laten wel even zien dat je lekker gezellig komt eten. Ja, dat is heel lekker. Ja, oké. Okay. Doei. Doei. Ja, je mag hier is drinken, Jax. Zo! Ja, doe een diner tegenover Bart. Romantisch, hè? Is het gelukt zelfs. Toch nog maar even de stand van zaken vloggen. Er staat heel veel wind vandaag. Heel irritant. Maar goed, ik heb dus die paaltjes nu in de bijts gezet. En ik was bezig en toen heb ik ook maar even deze tafel gedaan. Eerst geschuurd en daarna bijgewerkt. En die stoel. Maar het was op, dus ik moet morgen even nieuwe bijts halen en dan kan ik het afmaken. En dan heeft dat weer even een frisse laag voor de zomer. En dan wilde ik dit even laten zien, want kijk eens wat er is binnengekomen vandaag. De schelpen. Dit zijn dus allemaal schelpen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kuub. En dat is dus voor tussen de moestuin door voor het schelpenpad. Oh, dit is niet zo handig dat Bart dit helemaal heeft opengemaakt. Dan ligt het hier zo open. We waren bezig met even kijken hoe het was om zo'n pad alvast te gaan maken. Maar we zijn weer gestopt, want we willen toch eigenlijk eerst nog even een randje gaan maken. Ik zal even laten zien wat ik bedoel. Kijk, anders dan gaat het hier zo allemaal in het gras. Dus we willen hier toch nog iets van een randje gaan maken. Hetgeen wat altijd weer, toch weer elke keer onderschat wordt. Benodigdheden. Goedendag!
Het is er weer donderdag. Ik ben keihard aan het werk. Keihard aan het e-mailen. Eigenlijk ben ik vanaf dat ik thuis kwam... Oh nee, niet. Ik heb eerst de kinderen naar school gebracht. Nee, ook niet. Jawel, wel. Goedemorgen, Disna. Vertel eens even duidelijk wat je nou hebt gedaan. Dat is waar vloggen over gaat. Oké, ik heb de kinderen naar school gebracht. Dat waren wel kinderen, want het waren ook de overbuurmeisjes. En Jax, Jola niet. Jola was ziek. Volgens mij had ik nog brood tussen mijn tanden. Sorry. Die had buikpijn, dus die bleef vandaag thuis. Die heeft wel hele lekkere soep gemaakt. Ik ben namelijk daarna naar de supermarkt gegaan om even wat gezonde dingetjes voor haar te halen. En toen had ik zo'n vers pakket gemaakt, gekocht, met soep. En dat heeft ze helemaal zelf gemaakt. Ze is wel heel lang bezig geweest in de keuken. Maar ja, ze was het ermee eens dat ze even goed gezond moest eten. Dus dat ze even iets vers moest maken voor zichzelf. Ik was aan het sporten en daarna kwam er iemand voor de wasmachine. Dus die, oh ja, ik moet hem nog even aanzetten. Die is gemaakt. Dat is echt heel fijn. Anderhalve week met twee kinderen in huis zonder wasmachine. Het liep echt op. En voorheen, toen ik even 3 maanden geen wasmachine had, kon ik echt niet tegen als mensen dat zeiden. En nu ben ik het toch wel zelf die dat zegt. Dus ik ben heel blij dat hij gemaakt is. Wel wat minder blij dat het niet onder de garantie viel, want er kwam een vette schroef uit. Het is trouwens meteen echt een goede les voor iedereen die de was doet. Check echt die zakken 10 keer goed of er echt niks meer in zit, want dit kan je dus €240 zoiets kosten. Maar dan hebben we nog geluk gehad, want het kan ook zijn dat hij echt helemaal van binnen kapot gaat, waardoor het gewoon bam explodeert. Dat wil je niet. Ja, verder ben ik gewoon hier achter de computer bezig. Waar ik ga slapen vandaag, in het tuinhuisje. En weet je wat daar het allerlekkerste aan is? Dat ik morgenochtend gewoon fully kan uitslapen. Gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar de reden dat een van ons af en toe in het tuinhuis slaapt, is dat je dan niet hoeft mee te doen aan die ochtendroutine. Ik moet natuurlijk wel gewoon werken morgenochtend, dus ik zal wel gewoon rond een uurtje of 8:30 weer in huis moeten zijn. Maar dat scheelt toch behoorlijk wat. Ik heb echt heerlijk gedoucht. Deze douche is echt de beste. Misschien dat ik morgenochtend nog even laat zien waarom. Of misschien moet ik dat nog even niet doen, want dan wil iedereen hier weer komen slapen. Maar het is nog steeds niet te huur als B&B, omdat de kelder nog steeds niet af is. En eigenlijk wij stiekem dit ook wel heerlijk vinden om hier zelf gebruik van te maken. En natuurlijk voor de familie en de vrienden ook. Maar hey, Bart kwam mij net eventjes wel trusten zeggen. En die is nu naar huis. Die ging nog thuis even een filmpje kijken of wat lezen. Ik ga even een goede nacht theetje drinken. Ik heb een maskertje opgedaan. Zo eentje die je 's nachts op kan doen. Zo in de avond zie je ook mijn lampjes onder die keukenrand veel beter. Leuk, het is toch enig. Oh. Ik zag deze film. Mijn vader is een vliegtuig. Oh, ik heb de hik. Ik had hem al een stukje gezien. Ik weet het nog zo net niet. Ken je dat? Dat je soms in zo'n periode zit dat je even geen serie hebt. Nou, de finale van Successions was dus. En nu ben ik echt in een gat gevallen. Dat je niet weet wat je moet kijken. Ik heb wel een leuk programma ontdekt. Tipje. Was het het waard? Ze volgen dus steeds twee mensen die een huis gaan flippen. Dus ze kopen dan een huis, een wat ouder huis. En die gaan ze helemaal opknappen. En dan laten ze dus ook zien met hoeveel winst ze dat huis kunnen verkopen. En hoeveel tijd en werk erin zit. En ik vind dat heel interessant. Ik hou natuurlijk ook heel erg van klussen en zo. Dus ik heb soms ook wel eens zo'n droom om zoiets ooit te doen. Niet dat het nu zou kunnen, maar wie weet in de toekomst ooit. Maar goed, het is wel heel reëel dan in dat programma dat je ziet van oké, ik weet niet of het zo verstandig is om het te doen. En voor de rest heb ik even geen kijktips. Ik kan niet wachten tot B&B Vol Liefde gaat beginnen. Hey, dit is echt zo'n influencer wake-up. Wake up with me. Even serieus, kijk eens even. Dan word je wakker, doe je het open en dan zie je dit. Oh.
Bloemetjes voor de deur. Oh, ik ben wel een beetje laat gaan slapen. Niet omdat ik dat wilde, maar omdat ik niet kon slapen. Ik voel me weer als herboren. Ondanks dat ik niet zo heel goed heb geslapen. It feels good. En ik ga nu lekker naar mijn schatje toe. Ik heb mijn spullen weer hier bij mijn hondenwagen. En ik ga weer lekker naar huis. Oh, wat is dit nou? Hij gaat weg. Hij gaat gewoon zelf weg. Dag. Misschien zijn wij gewoon zo lang niet uit eten geweest dat het tegenwoordig heel normaal is dit. Ja, is hier niemand gek kijken ook? AI. Nee. Het is gewoon ChatGPT die naast is. Ja. Nou, sorry, maar als dat altijd zo zou zijn, ook met serveren van je eten, dat zou ik wel echt niet leuk vinden hoor. Ja, maar dat gaat er toch wel heen hoor. Op een gegeven moment. Lekker. Oeh, lekker. Een beetje munt erop. Dat is wel lekker hoor, die advocaat. Ja? Oh ja. Alcohol. Mm. Goedendag, deze dag, deze zaterdag alweer. Deze week gaat wel heel snel. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar we zijn er alweer. Ik ga me eerst even insmeren. Vooral hier, hè. Belangrijk. Want daar willen we geen pigment. Zo. Oh, zie ik Jax lopen. Die loopt nog in zijn blote kont. Ik vergeet hem nog aan te kleden. Even kleren pakken voor Jax. In de tussentijd heb ik nog een tipje voor jullie. En dat is deze bril. Kijk eens even. Het is een lichtgewicht herenbrilletje. En die heb ik gisteren gekocht bij The Action. Voor €2,50. Maar hij zit lekker strak. Dus dit is mijn klusbril. Wat ging ik ook weer doen hier? Oh ja, kleren voor Jax pakken. Ja, ik ben nog steeds volle bak wassen aan het draaien. Omdat ik natuurlijk die schade aan het wegwerken ben. Maar het gaat goed. Ik zit nu op mijn derde was zit erin. Tweede was droog. Droger hebben we dus nog niet. De motor is stuk en we hebben wel garantie op de motor. Maar je betaalt dan alsnog €250, geloof ik. Voor voorrijkosten en uurloon. Dus we wachten nog even met de droger. Want het is nu toch, je kan het nu toch makkelijk op een droogrekje doen in de zomer. Daar komt hij dus. Aan het einde van de moestuinbakken. Een beetje in het midden. Nou ja, precies in het midden eigenlijk. Ja, we zijn nu begonnen met het stukje maaien waar die komt te staan, zodat we iets beter kunnen zien waar die uitgemeten moet worden. Zaterdag patatdag. Het ziet er heel erg mooi uit weer. Het lijkt wel alsof jullie uitgaan. Ik zei het toch? Ja. Oppassen. Ja. Huh? Ja. Zo, Jax, ben je klaar met rekenen? Dan gaan we hem nu even inleveren, want nou, we gaan eten. Lekker. Zo, ik heb deze tafel net nog één keer helemaal in de bijt gezet. En dat bankje. En die krukjes en die stoel. En die plank nog een keer. En dan ga ik het morgen nog een keertje doen. Kom maar. Zie je dat? Ik heb een belletje bij hem omgedaan. Omdat hij de laatste dagen wel heel veel binnenkwam met muizen. Vooral Dirk. Nederland, Engeland, Nederlands, Engels en Duits. Nee, steeds toch? Nee. Dat is met sterretjes. Engelsland, Duits. Engeland. Hebben we er weer een beetje zin in? Ja, jongens. Heel veel zin in. Moet je kijken, wat een heerlijk weertje. Het was een lange rit, maar geen wolkje aan de lucht. En wij gaan naar Nederland. Wij gaan naar Beekse Bergen. Dat is in Nederland. Maar het lijkt alsof we in Afrika zijn. We staan op de boot. Celine is erbij. Mark is erbij. Guido is erbij. Gezellig. Nou, dat was het. We gaan hier weer eraf. We gaan nu keren. Hetzelfde met die punten, die leven alleen. Dat maakt het dus wel bijzonder dat zij ervoor gekozen hebben om samen te leven. Wat je dan vaak ziet is dat er vrouwtjes bij elkaar staan. Het mannetje is er wel, maar wel op afstand. Dan zie je het heel goed. Een kruising van een giraf. En oh, ik zie het. Oh, het is schattig.
Dat zou nog wel kunnen in onze tuin, toch? Zoiets? De good old Calippo. Dit noemen ze een groot ijsje. Nee. Ja, noemen ze het groot ijsje. Maar alles in verhouding met jouw grote torso lijkt heel klein. En die van Mark. Zitten te kijken naar zichzelf. Kijken. Cheers! Cheers! Nee, daar hebben ze al aan gelikt. Nee, dank. Daar hebben ze al aan gelikt. Ja, een gelikt ijsje. Zie je een giraf? Ja! Oh, Jax! Heel veel! Ah, oh, ze liggen! Zet je best een pintje voor. Wat een olie van. Door! Ik ken die tekst niet. Zing jij even terug. Wat echt een luiter. Oh ja. Een luitenant zingt in koor. Beste puntje voor. Wat een olifant loopt door. Celine. Zo. Alea. Ja, staat in de hoofd. Precies. Fotootje bij de uitgang. Ga er nu langs, joh. Je ziet hem gewoon hier. Wow, vet. Ah, het is gewoon echt net een dinietje. Hij ligt gewoon vet rustig te slapen. Hola, chica. Hoe heet ze dan, liedje ook alweer? Weet ik niet. Oh ja. Kijk, zo. Ze zeggen wat ze willen, maar de olifant. Hé, daar is de ijsvogel. Nee. Hallo, meneer. Meneer, kijk dit dan. Oh, er komt er nog één, Later. Jammer dat je raam niet open mag. Ja, kijk dan. En ze komen echt even gedachten even gelijk komen. Wow, kijk hoe vlak die langs loopt. De worteltjes, eieren worden nu ook wel wat groter hoor, want die zien die pietsen. Ja. Ik ga even die aardbei laten zien. Ja. Het is iets. Ik ga even trui aan doen, want ik moet aan de andere kant nog even water geven. En het is nu wel erg fris geworden, maar wat was het weertje vandaag. En Beekse Berg was ook super leuk, maar het was wel super druk. Zelfs voor het toilet moest je wachten en ja, je merkte er toch wel echt wel dat je het minder goed kon zien allemaal. Een trui ga ik aan doen. We zijn naar het park geweest. Waar je gewoon lopend in kan gaan. En op het einde zijn we dus nog eventjes met de auto in de safari gereden. En dat was wel echt super cool. De dieren komen echt langs de auto gelopen. Ik vind het in ieder geval wel iets leuker dan een dierentuin. Want ze hebben allemaal veel meer ruimte. En dat ja, is dus soms wat lastiger om ze te zien. Maar soms komen ze juist ook wel weer veel dichterbij je. Het is meer een beetje net hoe het gaat. En dierentuinen is toch wat meer gevangenschap. Dus dit vond ik best wel leuk om een keer te doen. Zo. Lieve YouTube-kijkende mensen, hartstikke bedankt voor het kijken deze week weer naar deze vlog. Hopelijk tot volgende week weer. Doei!